Heb je ooit ge... Nee. Heb jij jezelf gevingerd? Oh, oeh. Heb je ooit ge... met een stoot? Kan je niet daar toch, of wel? Vind je haar knap? Ja, ik vind dat mooi, hè. Wil je nog iets zeggen tegen je ex dan? Als je dit ziet, die was persoonlijk. Yo, mijn naam is Akaya Junior en ik breng je weer een nieuwe video. Schokken de Leuk is eindelijk weer terug. Jullie waren allemaal aan het zagen van wanneer komt Schokken de Leuk is terug. We zijn terug met de seizoen 3. En we gaan starten in het mooie stad Gent. Laat Gent dit een beetje zien. Jawel. Jullie kennen de regels. Vrij simpel. Zet de hand hierop, wij zetten het vast. Als er waar spreekt, gebeurt er helemaal niks. Maar als je liegt, dan krijg je een elektrische schok. Dit is de boodschap van vandaag. Niet liegen, stop de cap. So let's go, let's go! Heb je ooit gepijpt? Nee. Oké, we gaan het zien. Oké, clean. Daar houden we van. Stel hem maar de eerste vraag. Ben je gay? Ik zuur op Koran, ik ben niet gay. Oké, nice. Ooit al de piemel van een broer aanraakt. Jee! Ja, sowieso. Weet je waarom? Waarom? Ik moest hem, toen hij baby was, ik moest hem soms dingen maar niet buiten dan, wassen. Buiten dan. Nee, natuurlijk niet. Nee? Nee. Hey! Dit is dood toch, bro. Denk je moet dat straks dingen vertellen achter de schermen? Ja. Jeez. Heb je ooit met een stoot? Ik was niet. Het was niet nu. Ik was niet zo oud. Het was vorig jaar. Ja. Ik heb het wel gedaan. Hey. Heb je ooit naaktfoto's gestuurd? No. Via Snapchat? No. Nooit? Nooit. Nee. Deze kip, ik wist dat dat kippen was. Laat het lekker. Nee, dat doet pijn, man. Ik heb een exen. Stop de cap. Oh my god. Zijn jullie een koppel of? Nee. Gewoon vrienden. Ja. Die zijn op een... Geen afspraakje, maar gewoon chillen. Ja. Heb je ooit gecheat op je ex-vriendje? Of nee. Vriendin? Nee? Nee. Ah. Oh. Ik heb zwaar niet gecheat. Ik zweer dat ik zwaar niet heb gecheat. Stel jezelf eens voor. Ja, ik ben op een brok. Ja. Ja, stel jezelf eens voor. Ja, ik ben op een brok. Ik heb precies tegen die goesting dat iemand gunpoint op jou staat. Zo van. Een beetje meer energie. Ja, ik ben op een. Wacht. Maar ja, ik... Nee, ik bedoel die band. Niemand gaat meedansen? Hoeveel keer heb je al genukt? Nul. Je bent maagd? Ja. Yeah. Oké. Oh, wat is de vraag alweer? Dat is die nog crush heeft op zijn ex-vrouw. Wat ex-vrouw, ex-vrouw? Heb je crush op je ex-vrouw? Nog. Nee. Nee? Oh. Yeah. Oh. Ben je macht of ons macht? Macht. Ik ben nog macht? Ja. Ik kan de camera kijken, zeg ik ben nog macht. Oh, ik kan dat niet zeggen. Oké, ik ben macht. Oké. Waarom stress je zo? Oh. Dat gaat pijn doen. Je bent toch macht? Ja. Waarom stress je dan? Ja. Zou je een kogel voor mij nemen? Ja, bro. Zou een kogel voor jou met je nemen? Ja, bro. Dat is love. Laten we zien dat hij niet kipt natuurlijk. Oh, hij is een real Mattie, Geef hem een box, man. We gaan de kogel voor jou nemen. Dat is nice. Heb ooit gay porno gekeken? No. Nog nooit gay porno gekeken? No. Dat is niet erg, toch?
We judgen niet. Moet je nog iets zeggen tegen de kijkers thuis? Abonneer en like. Ja, abonneer en like. Oké, okay, we gaan iets voor het eerst doen. Sinds ze alleen is, heb ik een andere guy meegenomen. Waarom op je weg? Oké, okay, hij staat hier. Dus, zo mogen we aan elkaar vragen stellen. Dus, wie gaat er eerst starten? Hij mag starten. Oh, geen ladies first deze keer? Nee. Gastuk, het is voor de eerste keer dat we... Het is ook een leugen dat we dit doen. Ah, moet ik vragen aan hem stellen? Ja. Vind je haar knap? Ja, ik vind haar nog mooi, ja. Oké, okay, is knap. Oh. Waarom ben je zo? Wat? Man, waarom ik ooit een jongen zijn dik gepijpt. Oh. Ja, wat pijp je anders? Een garnaal? Nee. Nee? Nee. Heb je ooit sigaret of zo gestolen? Ik rook niet eens. Ik ben clean. Oh, ah, motherfucker, man. Ik zweer, jawel. Ik zweer, jawel. Volg me. Man heeft tabak in zijn. Heeft nu gewoon tabak in zijn. Heb ik tabak in? Boy, is dit zo'n schatten? Waarom is je broek kapot, man? Dit op. Ik heb je jezelf gevingerd. Oh, hoe? Gevingerd. Ik ben niet heel lekker. Ik ben niet heel lekker. Nee. Nooit jezelf gevingerd. Nee, waarom zou ik dat doen? I don't know, bro. Misschien vind je dat lekker. Oh. Ik judge toch niet? Hey. Ik zie dat zwaar me niet. Hij zegt gewoon, ik ken hem niet. Je hebt nog nooit met iemand geflirt of gesproken, maar waarmee zij bezig was, de persoon waarmee zij bezig was. Nee. Oké, okay, ik geloof jou. Jesus is the Lord. Ik heb dat nooit gedaan, ik zweer het je. I mean, the lie detector never lies, I guess. Denk je dat je ooit een relatie gaat kunnen hebben met jouw vriend hier? Of een relatie kan zien in de toekomst? Nee, denk het niet. Nee? Nee. We zijn niet elkaar. Nee? Nee. Misschien zelfs niet een klein beetje. Nee? Nee, het is een chille gast, maar... Is het geen relatie, geen toekomst? Nee, ik okay. vind hem een goede vriend. Je houdt het bij vrienden. Ja. Maar zien, hè. Misschien dat je uit die friendzone wordt. Bro, dit ding werkt echt gewoon niet, man. Misschien ergens in jouw hart, hoe je misschien een kleine kastje hebt. Heb jij... ooit naaktfoto's verspreid van een meisje? Nee. Nee? Zeker? Positief? Zeker. Gaat die mama zeggen? Hey, nee, nee, even serieus, even serieus. Leugenaar, nee, man, zeg hem. Leugenaar. Hé, man. Hoe durf je? Foto's. Hij zegt leugenaar, man. Om niet te nemen? Nee, nee. Maar dit is toch het ding. Ik ben zwart in mij. Oh, ik ben foto's. Je bent Arie. Heb je ooit slecht gepraat over jouw zus? Ja. Ja. Wat? Zie je? Tuurlijk. Waarom? Wat? Ben je maagd? Ja. Hé? 100%. 100%? Ja. 101%. Dat kan niet. Wallah, dat kan niet. Dat kan niet. Kijk. We gaan dat dubbel checken even. Misschien was hij een beetje aan stressen of zo. Ja. Ah, zie. High five. Zie, oké, dat is gewoon maagd. Dat was gewoon stressen. Ja. Moet je nog iets zeggen tegen de kijkers thuis? Ik persoonlijk. Ik hou van McDonald's. Doei. Wat? McDonald's? Dat is de slechtste shout-out nee, ooit. Nee. Geloof gewoon in jezelf. Ja. Vertrouw geen mensen. Ja. Doe niet dom. Ja. Ga niet met mensen geloven. Ja. Zeker deze meisje. Ze zijn met mensen geloven. Welkom bij Nederlands is moeilijk. wij zingen allebei, dus misschien heb ik een vraag daarover. Oh, jullie zingen allebei, ja? Ja. Man. Vind jij dat ik slecht zing? Nee. Personal. Nee, man. Nee? Nee. Dit gaat jullie vriendschap misschien op het spel zetten. Bro, what the fuck. Is dat gewoon een stressmeter of zo? Je bent gewoon aan stressen waarschijnlijk. Heb jij momenteel een vriendin? Ja. Oh, je hebt momenteel een vriendin? Oké. Okay. Heb je ooit in die periode dat je met je vriendin samen was, gesproken met andere meiden, intenties om te flirten of zo? Nee. Nee? Nooit één keer geflirt? Nee. Nooit. Ben je loyaal tegen je witte vriend? Ja. Dat is loyaal tegen wie? Gewoon tegen mijn vriendin.
dat is het ding. Lightskins zijn nooit leuk. Lightskins, hè. Zie, dat zijn black men don't cheat, maar lightskins wel. Snap je? Zeg sorry tegen je vriendin. Sorry, man. Ah. Wacht, wat zijn die broertjes? Nee, dat is mijn tante. Ah, zijn tante. Beetje toe die kerel. Oh shit, oké, okay, nice. Zou je teruggaan met je vriendin? Nee. Zou je teruggaan met je vriendin? Nee. Nee? Nee. Hij wil stiekem teruggaan bij zijn vriendin. Zie, zeg tegen haar, ik mis jou, ik wil terug. Nee, ik mis je niet. Ben je nog steeds verliefd op je ex? Nee. Ah, je blijven liegen allebei. Dat is niet waar. Jullie willen al bij jullie ex terug. Zo schattig. Ze zitten in de familie precies, hè? Wil je nog iets zeggen tegen jullie ex die nu aan het kijken is? F*** jullie. Wauw. Loki, hoe jullie allebei nog terug hebben, maar... Ben je maagd? Oh, ja. Wat? Ben je maagd? Ben ik maagd? Ja, ik ben maagd. Je kunt de camera kijken en zeggen, ik ben maagd. We skippen die vraag gewoon wat. Hij is helemaal verklapt. Vind jij hem knap? Ja. Ja? Ik ben nu bij Cupido. Maar misschien heb ze ook, hè? Oh. Ik denk wel dat ze jou knap. Ja, het zal dat zijn. Ja, het zal dat zijn. Ben je maagd? Ja, dat was het. Ja. Ja? Wil je haar? Wie? Nee. Wat is dat? Hallo. Dus je wilt hem niet? Nee. Oké. Okay. Maar even testen. We gaan even testen voor jou. Oké. Oké, okay. Okay, je bent blij, denk ik. Sorry. Ben je blij? Ja. Tuurlijk. Hé, hij zegt gewoon tuurlijk. Hey, als ik dat was, zou... Maar mooi. Nou, wil je nog iets zeggen tegen jouw ex? Ben je ooit vreemd gegaan op je lief? Oh. Ben ik ooit vreemd gegaan? Hij moet nadenken. Ja. Je moet zo lang nadenken. Ik denk van wel. Maar het is gewoon als revenge. Gewoon als revenge. Revenge, hoezo? Was zou vreemd gegaan op jou ook? Ja. En hoe ben je vreemd gegaan? Ik heb een andere bitch geneukt. Wow. 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 Damn, that's crazy. Wil je nog iets zeggen tegen jouw ex dan? Als je dit ziet. Oh. Terecht. Die was persoonlijk, die was persoonlijk. Zou je dat nog eens doen? Nee, 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 nee. Zou je dat nog eens doen? Nee, dat was gewoon als revenge. Wat zei je, zou je dat nog eens doen? Oh. Ik zweer, ik zou dat nooit doen. Zou we het nog eens doen? Wow, heb je al seksdroom gehad met je madrid? Nee, overdreven. Ik heb een vraag. Overdreven. Ik moet niet naar haar. Nee, nee, nee. Ik sta eens voor zo. Wat? Hoe komt jij die vraag? Ik zou je dat niet aankomen. Dat is niet zo. Dat werkt niet. Die batterij is kapot. Jij vingert dat komt voor een praat. Zou hij ooit als je zat zijn of zo? Nee. Nee? Zelf niet als je een beetje zat bent? Nee, echt niet. Oké. Okay. Oké, okay, hij spreekt de waarheid. Okay, okay. Heb je ooit slecht gepraat over jouw vriendin? Achter haar rug, bij andere mensen. Ja. Slecht gepraat? Oei, oei. Nee, denk nee, niet. Nee, nee. Maar, goede vriendin, goede vriendin. Er zijn niet meer veel van deze dagen. Mooi. Ja, mensen zijn allemaal fake tegenwoordig. Zwaar. Heb je ooit gelogen tegen je moeder dat je op reis ging gaan? De schoolreis, maar ondertussen ging naar een feestje. Hé, hey, heel specifiek, hè? I mean... Ik hou eerlijk tegen jij, ik heb dat gedaan. Wauw, gewoon zo gratis. You a liar. Je liegt gewoon, je gaat naar schoolreis, samen. Maar dan in de club Hot Girl Summer. Batras. Grey Goose. Jack Daniels. Oh mijn god. Ik zie jou. God ziet jou ook. Heb jij ooit een boy aan het lijntje gehouden? Je wist totaal, je gaat niks met die boy doen, maar gewoon. Ik dacht van... Wat bedoelt je met lijntje? Zeg maar, je praat maar met hem of haar, maar je weet gewoon maar kijk, er gaat niks gebeuren, maar... Je laat hem zo feelings catchen, et cetera, et cetera. Maar niet expres feelings catchen, maar gewoon omdat ik die dan mag. Maar je wilt die niet verliezen, maar... Ja, klopt. Ja, dan wel. Oh. Het is niet het principe van in een lijntje houden, maar gewoon je mag die persoon echt zeer graag. Ja. Maar je hebt wel zo deels door dat hij je wel meer ziet als een vriendin of zo. Maar je wilt die ook niet verliezen, gewoon omdat je die wel echt graag hebt. Maar niet verder dan dat. Dus dat is niet een lijntje houden, maar gewoon je wilt die ook niet weg, snap je? Ja, ja, ik snap het. Heb jij ooit iets gestolen van je moeder? Tuurlijk. Ja, man. Maar wist je dat? Huh?
bestellen. Dat ik dat bestel? Meer dan 50 euro. Hoor. Meer dan... Nee. Meer dan 50 euro? Nee. Black man, black girls don't cheat. Alleen light skins. Kijk naar jou. Vind jij mij mooi zingen? Vind jij dat ze mooi kan zingen? Ja. Oké, ja. Dat vind je waar. Oké. Nice. Heb jij een relatie gehad? Ja. Maar afstand. Afstandsrelatie, ja. Oké. Okay. Maar heb je ooit gecheat tijdens de afstandsrelatie? Nee? Nooit. Oké, nooit. Okay. Ja. Black men don't cheat. Black men don't cheat. Heb je ooit al een keer over iets gelogen tegen mij, maar echt over iets erg? Nee. Dat je echt gedacht van... Nee? Ja. Nee. Oh, ik krijg een schok. Wat? Ai. Misschien ooit. Wat? Bij een koldikker. Oh, goeie vraag. Oké, maar geld is ook nodig. Maar ben je godiger, ja of nee? Half. Nee, ik zweer, ik ben geen godiger. Je bent geen godiger, hè? Ik zei toch, ik doe mee aan een bepaalde competitie. Ja. En ik heb een vraag van, gunt je mij? Ah, ja. Ik weet dan gewoon... Ze doet mee aan de competitie. En jij moet winnen natuurlijk. Jawel, wij doen allebei mee aan de competitie. Oh, je doet allebei mee. En ja, en we zijn dus nu tegen elkaar. En nu ben ik zoiets van, gunt je mij of niet? Oh, oké. Okay, ja. Gunt je haar die overwinning of denk je, fuck dat? Ik gun het haar, want het is echt goed. Oké. Okay, dat is de perfecte vriendschap. Heb jij zelf ooit naaktfoto's gestuurd? Hé, hey, dat doe ik hem aan. Nee? Kan je niet aan toch? Of wat? Ah! Ik zie. Zo voet. Nee, maar even. Ik zie. Man, ik zweer op oma. Ik wil je nog één ding vragen eigenlijk. Kunnen jullie iets samen zingen voor de kijkers? Oh, snap. And so I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling? Calling me to answer, gonna keep on keeping on. I can feel it in my bones. Dat was echt nice, maar oké, dat is nice. Gooi je Instagram. Wat zijn jullie Instagram? Wesley_NGT. Ilaria Koppens. Volg zeker deze twee talentvolle zangers, want shit. We gaan nog horen van u in de toekomst, man. Damn, that's crazy. Ja. Je gaat sowieso goede comments krijgen dat je die zangtalent. Ja, dit was het dan, dames en heren. Gent, ik weet niet, ik heb niet woorden voor Gent. Heel toxiek, er werden rare vragen gesteld, maar ja. Laat het gewoon weten in welke stad we de volgende keer moeten komen. Laat me weten in de comments. Like deze video. Abonneer als je niet geabonneerd bent. En ja, ik ben door. Ciao. Ik f*** dit goed aan, man. Oh? Nee, hij raakt. Dat was hem niet. Dat was hem, hè? Stuu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 u